Mevrouw Turtelboom, zijn er resultaten? Uiteraard zijn er resultaten. Welke dan? Ah, maar dat ga ik u nu nog niet zeggen. Waarover hebben jullie vandaag gepraat nog? Waarover? Een goed weekend. Onder andere nog verder over mobiliteit gegaan, ja. Zijn jullie eruit geraakt? Wel, het zijn vooral heel constructieve en goede besprekingen geweest. Ja, maar nog niet afgerond dus? Nee, maar er is pas een akkoord over iets als een akkoord is over alles. Dus u gaat van mij en ik denk ook van de collega's nu niks horen over dat aspect of dat aspect. Wat heel belangrijk is dat het in een hele goede en constructieve sfeer verloopt. Maar als het toch meer dan 2 dagen al gegaan is, of 2 dagen over mobiliteit, dan denk je toch, het wringt toch ergens hier en daar. Maar moest dat nu op een halve dag zouden opgelost zijn, zou men ons niet geloven, denk ik. Afgerond wil zeggen, we zijn op weg naar de finish. En enkele belangrijke vrachtlijnen al, waar jullie het over eens zijn? Wel, we hebben eigenlijk ook afgesproken om over de inhoud niks prijs te geven. Ik zie dat elke dag de kranten natuurlijk moeten volstaan en jullie journaal ook. Maar dat heeft echt geen enkele zin. Er is maar een akkoord over iets als alles rond is. Ja, maar als alles nog niet rond is, zijn er toch een paar wrijvingspunten. Welke dan? Ja, wrijvingspunten zijn er altijd in die zin dat elke partij wel zijn ideeën heeft en dat je die dus moet tegen elkaar afwegen. En dat sommige dingen ook gewoon technisch onderzocht moeten worden. Er zijn veel leuke ideeën, maar je moet wel eens toetsen bij je administratie of die ook uitvoerbaar zijn en wat het allemaal kost. Wij weten dat we geen geld hebben en dat is toch wel het voornaamste struikelblok.